Goedemorgen, zondagochtend, 7:30. Moet even denken, die klok staat nog niet goed. En de rest wel, maar dan moet je weer even rekenen. 7:30 en wij zijn met z'n viertjes beneden. Ik heb met Mila en met Lauren in de woonkamer geslapen. Sterre die is net uit het bedje gekomen. Heerlijk geslapen. Ik sliep inderdaad als eerst. Ik was zo verschrikkelijk moe. Maar ik ben er weer helemaal klaar voor. De meiden zijn meteen weer aan het spelen met de knikkerbaan die Lauren gisteren heeft gekregen. Enige jammer is dat er van de 10 knikkers ondertussen nog maar 1 is. We hadden echt in no time er nog maar 5. Maar we hebben een bank die zeg maar zo'n stukje van de grond is. Dus er kan heel veel onder. Maar je kan het niet makkelijk pakken. Dus we moeten vandaag echt even de bank verschuiven om de knikkers weer te pakken. Want 1 is wel heel weinig, hè? Om de piekers. Lekker slapen. Lekker slapen. Hele. Kwart voor 9 ondertussen. En ik ga zo de deur uit. Het plan was dat Mila met mijn ouders naar de Efteling zou gaan. Want we dachten al, Lauren zal wel heel moe zijn. En daar hadden we niet zoveel over gezegd. Nu heeft Lauren voor de verjaardag allemaal Eftelingen om me gevraagd. Van mensen die er gisteren waren. En die heeft ze gekregen. Plus, ze mocht van mijn ouders nog iets uitzoeken voor de rapport. Dus opeens zegt ze gisteren, misschien wil ik toch mee naar de Efteling. Pak even mijn borstel. Pak even door. En dat heeft Sterre gehoord. Dus Sterre is gisteravond al gaan slapen met morgen Efteling, morgen Efteling. En toen bedacht Laura vanmorgen dat ze toch niet wilde. En was Sterre mega verdrietig. Dus Marco zei, weet je, Lauren vindt het heerlijk om na allemaal drukke dagen even niks te doen. Dan blijft Lauren toch gewoon bij mij. Kan Marco gewoon zijn rust pakken. Die hij echt heel hard nodig heeft. En dan is Sterre bij mij in de Efteling. En Lauren lekker hier. Dus dat is het plan. Ik heb allemaal broodjes gemaakt. Hier boterhammen, eiersalade en een mes. Crackertjes. Hier zitten broodjes met worst in. Mila drinkt nog even wat water. Ik heb een nieuwe koptelefoon. Ja, mooi is die, hè? Ja, je hoort het nu nog steeds. Ik weet niet of ze het op de camera horen. Ik hoor het, ja. Ja. Die heeft sokken en schoenen aan. Kunnen we zo gaan? Net trouwens even mijn wenkbrauwen geverfd. Het is erg regenachtig. Dus ik laat mijn camera hier. En maak verder zo meteen gewoon lekker beelden met mijn telefoon. Gaan we kijken hoeveel we kunnen laten zien. Nou, wanneer heeft een bedje met die matrassen van buiten op mijn bed gemaakt. En daar lagen wij net op. Oh, gezellig. Nou, pak even sokken en schoenen. Oké. En normaal gaan wij om 7:15 weg. Maar we dachten, als dat vandaag zo is, dan is het natuurlijk door de klok eigenlijk 7:15. Dus laten we gewoon de oude tijd 7:15 weggaan. Zijn we dus wel bij openingstijd bij de Efteling. Dus ik verwacht dat er een verschrikkelijke rij staat. Maar we gaan het zien. Het is natuurlijk Pasen. Ik heb er helemaal zin in. Lekker. Ik zie 2 opa's. 2 opa's, dat is gezellig. Want ik kijk scheel. Kijk je het? Kijk niet
goed past tussen je voeten en blijft zitten tijdens de vaart. Er is storm op de komst. Maar even wachten. Zo moet we halen de vaart. Zo moet een mooie klikje. Salam! Leuk zo zitten we een klikje en dan give kan je draaien. Give your safely between your feet. And remain seated while sailing. Dat is het. There is a storm. Ja. Safe journey. Overal bij een ingang zit eigenlijk eten. Een eetcafé. Allemaal eten. Dat je daar. Yes, maar erbij. Hier. Op naar de Python. Sorry. Ik vind het allemaal mooi. Wat vind jij mooi? Deze middelste. Ik vind hem met de roos. En weet je welke ik hier het mooiste vind? Nou? Die daar met die roze die met de voetjes in het water zit. Ja. En jij? Misschien deze? Ja, die vind ik ook mooi. Of die met zijn voetjes in het water zit, maar dan blauw is. Peter? Waar gaan we in? Ja, Mola. Yay! Loop maar naar de speeltuin. De speeltuin, waar ben je? Koek, koek. Speeltuin, waar ben je? Ga mee.
Wij zijn weer lekker thuis. Lauren heeft een hele chille dag gehad. En ik ben kapot. Ik ga de vlog lekker afsluiten. Dus bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Doei doei.